leuk vindt. En ja, je moet je zo... Ik ben zo blij dat Galante er weer bij is. Op school. Ik was al super vroeg opgestaan. Over 6 de trein en toen ben ik naar school gegaan om een tentamen te maken en daarvoor nog even te leren. Met het ging denk ik wel oké en dat is echt super goed nieuws, want nu moet ik nog 3 assessments. Dat zijn eigenlijk 3 presentaties, waarvan eentje een heel groot project is, dus dat is nog wel even strijden. Maar als die 3 lukken, dan heb ik dus gewoon mijn proper duis in mijn eerste jaar gehaald. Dus dat zou echt heel vet zijn, want het is natuurlijk, ja, dan gaat het in de sport en in de webshop goed. En dan zegt iedereen, oh leuk, maar dus doe je nog een studie eigenlijk? Of gaat je studieduur niet onderlijden? Dan vind ik het juist gaaf om ook aan iedereen te laten zien dat ik ook gewoon nog studeer. Als normale mensen. Dat ik ook gewoon dat heel goed probeer te doen. Dus weer knallen en dan zit dit eerste schooljaar erop. En ja, echt bizar hoe snel het leven gaat. Dus ik was nog maar net geslaagd op de HAVO. Nu is mijn eerste jaar van mijn opleiding alweer bijna klaar. Het is toch niet normaal. Onderweg, want we gaan nu gelijk door naar wedstrijd. Dus mama komt me nu zo oppikken. En dan rijden we van school gelijk door naar de wedstrijd in Duitsland. Hallo schatjes, hebben we zin in de wedstrijd? We hebben de W, we hebben de E, we hebben de wedstrijd. En Kwik en Galante, let's go! We zijn aangekomen in Duitsland. Iemand heeft er alweer helemaal zin in. De eerste internationale wedstrijd weer na lange tijd. Ik ben zo benieuwd hoe ze het weer gaat vinden. Dit wordt de comeback van Galante. En natuurlijk is Jebo Kwik er ook weer bij. Zo. Niet Kwik, maar ik ben de stal aan het versieren. Super mooi zo helemaal de doeken, zodat ze weten dat de gekke Hollander hier zo staat. Inmiddels gaan wij de cross verkennen. Dit is hindernis 1. Gelijk best wel een flinke bak. Dus we mogen vanaf de start aan de bak. Hey, dat was 2 keer hetzelfde woord. Ikzelf, voor mijn niveau is het wel gewoon goed te doen. Maar op dit moment de eerste cross met Galante. En natuurlijk, ja, met Kwik is het gewoon echt wel pittig. Kijk eens hoe gaaf deken Galante op heeft. De EK deken! Woehoe! Oké, guys, inmiddels is het zover. Ik ga zo lekker naar bed toe en dan ga ik slapen. Morgen is het dus de dressuur. Ik moet om 2 uur met Jebo, om 2 uur met Galante en om 6 uur met Jebo Kwik. En om 11 uur nog keuren en verder natuurlijk heel veel de cross verkennen. Want ik heb echt 2 verschillende crossen. Normaal is het dat kort en dan is het een extra lus bij lang. Maar dit keer zijn het echt 2 totaal verschillende crossen. Dus ik moet het echt nog goed gaan verkennen, wil ik de route weten. Dus morgen wordt het een mega dag. En dan zaterdag wordt het super druk. Want dan is het en Galante springen en 2 paarden crossen. Dus het is weer een volle bak wedstrijd weekend. Maar ja, het is wel gewoon even knallen. Want deze wedstrijd moet het wel een beetje gebeuren. Een hele goede morgen. Ik ben inmiddels wakker geworden. De zon schijnt. Het is echt wel super warm. Een heerlijke dag hier zo in Duitsland. En nu ga ik eventjes Kwik trainen en dan gaat het officieel beginnen. We gaan breken, dan we make up. Act like we're gonna be friends. There's a fire, take me higher. Beat it all over again. All over again. Goed je best, heel veel energie. Ik ben benieuwd hoe het vanavond zal gaan. Kwik en ik hebben dus echt in de modder getraind. En heel zijn benen zitten onder mijn laarzen ook. Het was echt zo vieze training. Maar nee, goed, zijn best. Ja, echt een crosspaard. Lekker door de water. Lekker door de blubber. Misschien ga ik het echt nog wel 20 keer in deze video zeggen, maar ik ben zo blij dat Galante er weer bij is. Oh, mijn vertrouwde maatje. Ik zal jullie een fragment laten zien en dat laat echt zien hoe groot de band tussen mij en Galante is. Ik kwam vanochtend op stal en als ik op stal aankom, dan hin ik ze gewoon naar me. Echt zo'n band met dit paard. Het is zo bijzonder. Ik zal het laten zien. En ja, ik krijg gewoon elke kippenvel als ik dan op stal kom en ik denk, ja, dit is mijn partner. Dit is gewoon mijn teammaatje. Ja. Yeah.
Inmiddels zijn Kwik en ik helemaal klaar voor de keuring. De laatste details en dan kunnen we gaan keuren. Und dieser 8-jährige Stute wurde ebenfalls pass hier. Ik zit erop, ik ben goed gekeurd, dat is supergoed. Ik krijg altijd heel veel vragen, wat voor outfit ik aandoen. Nou, ik kijk eigenlijk altijd waar ik net zin in heb. Dus nu had ik een witte broek aangedaan met dit shirtje en een oranje jasje. En ziet er wel Hollands uit, dus ik vond het wel leuk. Ik ga nu heel snel omkleden en dan ga ik de cross verkennen voor de dressuur met Galante. Want ik moet echt die cross vandaag in mijn hoofd krijgen. Dus eventjes strijden. De cross aan het verkennen en we zijn nu bij hindernis 6. Water en die hindernis moeten we springen. Dan gaan we zo door langs het riet. Gaan we zo weer naar de volgende hindernis. Inmiddels weer helemaal klaargemaakt voor de dressuur. Ik heb echt iets super grappigs. Want dit is, zoals jullie weten, mijn slipjas. Maar als je mijn vlogs kijkt, weet je dat ik het misschien wel eens een pinguïnpak noem. Omdat ik het zo altijd zo... Ja, zo'n pinguïnpak vind ik het gewoon echt. Maar toen kwam er dus een meisje op een meet and greet. Die kwam naar mij toe. En die zei, waar kan je eigenlijk zo'n pinguïnpak kopen? En toen dacht ik echt, oh, dat meisje denkt gewoon omdat het een pinguïnpak heet. Puur omdat ik het zo vaak benoem. Dus ja, ik denk dat ik het voortaan maar weer slipjas ga noemen. Dit... Like we're done before we even started. So if this is the end now, baby, know that I gave him my all. I believe in us. I won't give up on you. I will be holding on for life. Hope you believe in us. Please don't give up on me. At least give me a try. Cause you're the best thing, the best thing. Zo goed paard onder je en dan denk je echt, ik heb deze zo gemist. Gewoon een paard waar je gewoon echt aan de puntjes op de i kan werken. Gewoon die gewoon gehoorzaam is, super, super veel talent heeft. Alleen haar moeilijkheid zit hem in dat ze heel erg scheef kan zijn. Dat kan natuurlijk ook zijn omdat ze twee veulens heeft gehad, dat altijd een beetje effect zal blijven houden. Maar dat is wel echt heel moeilijk en dan word je gewoon zwaar op afgestraft. Dus dat zijn dure puntjes, maar ja, ze zal ook echt 8 hebben gescoord. Dus ja, het is gewoon 50-50, maar in ieder geval weet ik wat ik weer in huis heb. En weet ik wat ik de volgende keer beter kan doen en dan kan je echt gaan knallen. Want kijk eens, this is for you, queen. Je hebt je best gedaan. Weet je wat zo bijzonder aan dit paard is? Ze geeft altijd 100% in de ring. Alleen nu gaf ze 200% en dat is dan soms ook iets te veel. Ze wilde zo graag, maar dan gaat het soms een beetje tegenwerken. Dus ik moet haar juist leren doseren. Maar als een paard van zichzelf zo fanatiek is, dan weet je dat je gewoon echt een hele goede hebt. Dus ik ben super trots op. Inmiddels zit het dressuur er met Galante op en ik heb 66,5% volgens mij. Nou, eigenlijk zaten er super goede punten bij, zoals een 7, 7,5, 6,5. Dat was allemaal super steady. Alleen ja, 2 keer die 5 en dan houdt de score wel naar beneden. Dus jammer dat die erbij zaten. Maar goed, ja, het is helemaal niet slecht voor de eerste keer weer in de ring. Nu zijn wij de cross weer aan het verkennen. Ik doe nu de cross van Galante. Want Galante loopt kort de 2-ster. Dus omdat het natuurlijk zijn eerste wedstrijd is, mag hij nog geen lange cross. Kwik loopt wel de lange 2-ster. En die route van Kwik gaat zo. En de route van Galante gaat zo. Dus wij gaan nu vandaag Galante's cross verkennen. Hindernis 7. Daar zo had je het puntje. Hindernis 6. Die is even technisch. Dan galopeer je weer door. Dan spring je er hier op. En hier zo speel je een klein beetje met het heupje. Je gaat hier naar beneden. Oeh. En dan blijf je kruisje naar je smalletje. En dan hou je hem mooi recht. En dan ga je erover. From a different star.
Wakker, hij lag net heerlijk te slapen. Ik denk dat hij gewoon wist dat hij even goed moest uitrusten. Oh, voor de dressuur, dat mag niet. Dat mag pas na het rijden. Nee, dat mag pas na het rijden. En nu gaan we kwik opzalen en dan gaan we lekker dressuren. Uit de ring. En deze proef voelde voor mijn gevoel ja, gewoon echt een stuk minder dan normaal. Hij was gewoon iets meer afgeleid, niet gefocust en ja, ik baalde daar wel heel van. Ik nog de punten niet, maar ja, ik baalde wel gewoon echt een beetje van de proef, want het was gewoon niet goed genoeg. Maar goed, ja, dus soms heb je zulke dagen. Dus Kwik, jij zat er niet helemaal in vandaag. Ik had echt het gevoel dat ik er super in zat, dus ja, sorry vriend, maar dat was niet heel goed. Dus volgende keer beter en het was zeker niet slecht hoor, maar we willen natuurlijk perfect en ja, dan was het niet. Dus moet je morgen maar eens extra je best doen in de cross om baasje trots te maken. Want Galant heeft baasje wel trots gemaakt vandaag. Ja, jij maar een klein beetje. En wat ik heel erg aan mezelf merk is dat ik deze wedstrijd gewoon echt best wel vrolijk ben. En dat komt gewoon omdat natuurlijk vorige keer Marburg was zo'n teleurstelling. En ik ben deze wedstrijd een beetje ingegaan met ja, of het nou wel of niet lukt. Ik moet ook gewoon genieten, want het is natuurlijk puur hobby. En ja, je moet ook wel een beetje genieten van de sport. Het is omdat je het leuk vindt. En ja, je moet jezelf ook niet elke keer zoveel druk opleggen. En ik weet heus wel dat dit echt een belangrijke wedstrijd is voor de laatste observatiewedstrijd. Maar van de andere kant, ja, je moet ook gewoon een beetje genieten ervan. En ik ben vooral zo blij dat Galant weer terug is. En ja, ik ga echt ook echt gewoon genieten deze wedstrijd. En niet al te veel druk, want ja, dan wordt het ook niet altijd leuker van. Inmiddels gaan wij lekker avondeten. Bakplaten. Yay. Heerlijk, ik had echt zoveel honger. Lekker. Ik ben inmiddels weer op stal. De paardjes gaan lekker slapen. Slaap lekker, lieve paardjes. En morgen is het cross time. En dan mogen we gaan knallen. Ja. Slaap lekker. Tot morgen. Was ik even vergeten dat ik een wedstrijdvlog altijd in twee delen splits. Dus dat betekent dat deze vlog alweer ten einde is gekomen. Ik ga er nog iets leuks achteraan plakken. Want ik heb namelijk een samenwerking via Instagram. Maar ik heb het ook gevlogd voor jullie omdat ik het te leuk vindt om niet te laten zien. Dus er komt ook nog een stukje van in de vlog. Blijf dat nog eventjes kijken. En dan wens ik jullie verder een hele fijne dag. Bedankt voor het kijken naar deze video. Hoop ik jullie weer te zien bij deel 2. Want daar ga ik eindelijk weer crossen met Galante. En heeft Kwik me enorm verbaasd. Of het positief of negatief is, dat gaan jullie zien volgende vlog. Bedankt voor het kijken. Doei doei! Guys, ik heb net een pakketje binnen gehad en ik vond het echt te leuk om ja, het ook te vloggen. Ik heb het op Instagram als een samenwerking, maar mij leek het ook heel leuk om het in de vlog, dan heb je een live beeld erbij, het ook te laten zien. Ik heb namelijk een bestelling binnengekregen van Fotocadeau en ik ga jullie nu laten zien wat hier allemaal in zat. Het zijn foto's op canvas en ja, het is echt, kijk, als je soms een keer een mooie foto hebt, dan is dat wel super vet, want het ziet er echt heel gaaf uit. Ik heb het al een beetje bekeken, maar nog niet helemaal. Dus ik ga het nu samen met jullie unboxen. Ik ben heel benieuwd of jullie al een beetje een idee hebben wat het is. Maar misschien kennen jullie deze foto wel van mijn Insta. Oh, ik kan helemaal niet zien of je het nog kan zien. Maar dit is de foto met Galante. Ja, in de zomer was dit. En ik had ook dat hier een zwarte lijst omheen zit, want dat maakt het wel echt super chic. Dit is de foto met Colbroek. Een super stoere actiefoto. Dit is wel echt het crossen water. Ik vind dit heel gaaf. En ik denk dus dat ik deze al in de stal ga ophangen. Ja, waar precies op stal, dat ga ik jullie zo meteen laten zien. Van mijn fantastische springpaard Inspiration. Doe een gokje welke foto het is, maar deze foto heb ik al heel vaak gepost. Dit was van onze laatste internationale eventingwedstrijd bij de junioren. Toen sprongen Inspiration en ik voor het eerst in 40. Dus helemaal op kans laten hebben. Helemaal. Dan heb ik nog één foto. En op deze foto ben ik best wel een beetje trots. Dit was mijn eerste ja, fotoshoot voor paard en sportmagazine. En normaal ben ik nooit zo van jezelf op zo'n foto zetten. Maar
Ja, op deze foto was ik wel trots, dus ik durfde het aan. En deze ga ik denk ik ergens op mijn kamer hangen. Dus deze foto's gaan we gauw een mooi plekje geven. Wie is dat? Hey, wie is dat? Dus wie is dat, korenbloem? Hey. Je hangt hier! Ja, kijk eens. Dat ben jij, hè? Oh, kan jij zo hoog springen? Kan jij zo hoog springen? Oh. Yeah. Top!